Hallo, welkom bij een nieuwe video van Sophie Marie Gielen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mij voorbereid op een fotoshoot voor mijn Instagram. Dus dat was super leuk. En let's go! En we zijn hier in mijn closet. En hier heb ik alle kleding hangen die ik nog eens ooit op de foto wil hebben. Dus dat zijn zo mijn nieuwste items. Maar eerst, ik ga eens kijken wat dat ze mij opgestuurd hebben. Ik ben super benieuwd. Oké, als een echte beautyblogger zal ik het even laten zien. Dit zijn de oorbellen. Ik vind ze echt prachtig. Dus die gaan vandaag al zeker op de foto. Dit is een rokje. Super simpel. Het is zo'n beetje een overslagrokje. Met een riempje erin. Dus ik ben benieuwd om het eens uit te proberen. Ik ga ze niet eens passen. Voilà. Een blazer. En we zullen het eens passen, hè. Maar misschien eerst nog een beetje make-up aanbrengen. Product dat MAC heeft. Ik ben echt obsessed. Ik gebruik mijn brow pomade van Anastasia eigenlijk bijna niet meer. Gewoon omdat deze zo goed is. En dit is de Shade Brow Tint in Taupe. En hij heeft een penkant. En het heeft een soort inkleurkant. Nu de ogen. En daarvoor ga ik mijn nieuw paletje van Only You gebruiken. Dit is het Only You New York palet. Dat is iets nieuw. Vanaf 15 oktober in de winkel, dacht ik. En de kleurtjes. Super mooi. En ik ga er vandaag eens mee aan de slag. Dit zijn de outfits. Oké, tijd voor de volgende outfit. En deze is helemaal nakt. Dus wat ik daar straks unboxed heb met de oorbellen. En dit is de look. Het is een prachtige locatie die we weer gevonden hebben. Ik ben super benieuwd naar de foto's en we gaan nog even verder shooten. Uiteindelijk heel de avond het editen van de foto's. Video ben ik nog niet aan begonnen. En het is nu 23 uur, dus 11 uur 's avonds. En ik ga eindelijk wat tv zien en mijn make-up eraf halen. Heel belangrijk, make-up er altijd afhalen. By the way, dit is echt mijn go-to product. Ik heb daar ooit mee in de flyer gestaan en ik gebruik dat echt nog altijd. Good night, alvast.